Yvonne Rozenkrans. Ja, helemaal. Jij bent van, vertel. Ik ben van Welzijn Velzen. Ja. En ik werk in het Sociaal Wijkteam Velzen. Oké, en jij was hier de hele dag al? Ik was hier om 11 uur. Ja. En de eerste mensen kwamen wel brengen, 11:15. Terwijl we om 12 uur zouden beginnen. Dus dat is echt geweldig. Oké, en het is wel een succes. Zeker. Ja? Ja. Oké, nou dat is mooi. Zijn we klaar? Ik zou nog wel wat meer willen vertellen, maar... Nee hoor, tuurlijk. Vertel rustig door. Nou, het is een actie die wij met 4 organisaties gestart zijn. Jullie natuurlijk als Seaport, Welzijn Velzen, ja. Sociaal Wijkteam en de gemeente Velzen. Om juist te kijken voor de mensen die het wat minder hebben... ook een fijne kerst te kunnen geven. Nou, daar hebben goed, wij de buurtkastjes voor natuurlijk. Ja, ja. En die buurtkastjes die worden het hele jaar doorgevuld. We hopen door mensen uit de buurt, maar ook... gewoon beroepskrachten die ergens werken en die dat dan weer vullen. Maar het is ook heel leuk als mensen het zelf uit de wijk gaan doen gewoon. Voor de mensen in de omgeving. En er wordt gewoon veel gebruik van gemaakt. Nou, gelukkig is dat wel. Hoeveel van die buurtkastjes zijn er inmiddels? Er zijn er nu 11. Er komt er nog eentje in de Muiden bij. En ik heb net al te horen gekregen dat we waren eentje kwijt in Velzenbroek. En we hebben net al gehoord dat er weer eentje in Velzenbroek geplaatst mag worden. Maar hoezo kwijt? Hoezo kwijt? Nou, iemand... Ik ben ook heel benieuwd naar. Het kastje waren we niet kwijt, maar de mensen zeiden ja, we doen het niet meer. We hebben het nou lang gedaan. Oh, zo, op die manier. We gaan het niet meer doen. Oh, het wordt door mensen zelf gedaan. Mensen hebben eigenlijk een kastje aan hun huis aan de gevel vastgemaakt. Ah, op een tafeltje bij het huis of op een paal. Ja, of dat soort dingen. Ja. En wij verstrekken vanuit het Sociaal Wijkteam verstrekken wij kastjes. Mm-hmm. Maar er zijn ook eigen initiatieven dat mensen gewoon zelf een kastje hebben. Ja. En wij willen natuurlijk eigenlijk allemaal weten waar die kastjes zijn. Als er nog meer zijn, dat we dat kunnen bundelen. En kunnen kijken wat we nu bijvoorbeeld vandaag ophalen. Ja. Dat we dat een beetje eerlijk kunnen verdelen onder al die kastjes. Ja. Helemaal goed. Mooi initiatief. Zeker mooi initiatief. En nu hebben jullie de spullen ingezameld. Ik hoop dat er nog meer bij komt. Ja, maar... we hebben nog tot 6 uur, hè? Ja, daarom. Dus ja. Ik roep bij deze de mensen op om bij de Gerard Douwstraat even langs te komen bij de studio. En wil je in de studio kijken, mag dat ook. Alles mag vandaag. Dus het is geen probleem. Bij ons tenminste niet. Mag een plaatje aanvragen. Ja, mag ook een plaatje aanvragen. Is allemaal goed. Hoor. Maar straks hebben jullie al die spullen... En dan heb je een hoop werk, denk ik. Dan, we hadden al een hoop werk. Ja. Voorbereiding en flyeren en overal reclame maken. Ja. En nu gaan we het dan verdelen. Dan gaan aanstaande maandag beginnen we. Ja. En dan gaan we kijken dat we het goed kunnen verdelen over de wijkkastjes. De mensen zelf van de wijkkastjes mogen het komen ophalen. Ja, ja. Oh, zo. En anders, als dat niet kan, gaan we het zelf brengen. Ja. Nou, hartstikke goed. Mensen daar voor de kerst nog gebruik van kunnen maken. Dat deze week allemaal natuurlijk in een kastje staan. Dat is dus de bedoeling. En er zitten echt geweldige dingen in. Ja, dus ik zag een doosje met pasteibakjes. Met daarbij behorend keurig een blikje kipperengroen. Ja. Kipperengroen, ja. Alleen een pasteibakje. Ja, daar heb je niet zo'n aan natuurlijk. Droog bakje. Ja, nee, dat wordt mensen hebben wel goed geluisterd dat het houdbare producten zijn. Allemaal. Houdbare producten zitten allemaal in. Toiletartikelen. Okay, ook schoonmaakmiddelen. Ook belangrijk, lekkere dingetjes. Leuk, echt van alles. Mijn dank is groot, want het is geweldig. Nou, hartstikke leuk, toch? Nou, prima. Santa Claus is coming to town. Nummer 60 in de kersttop 100 hier bij Seaport. Goed, wou jij nog een interview doen? Of ben je al klaar? Met jou? Nee. Hoe is het met je? Tijd niet gezien. Lang vaderschapsverlof gehad. Lang gezien, ja. Ja, jij bent gewoon doorgegaan met je Ex. Ja, dat is waar. Ja, was ja, het ja te doen? Ja, het was goed te doen. Ja? Ja. Okay. We hebben je al gemist, maar oké. Ja, oké. Dat zeg je nu. Ja. Ja. Maar nee, goed. Ik moet toch wat zeggen. Oké. Okay. Ja, zo is het. We hebben natuurlijk niet alleen Yvonne bij ons. Nee, nee. We hebben nog een dame. Nog een dame. Links van jou. Ja. En dat is José. José, goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Goedemiddag. Fijn dat je bij ons bent. Ja, dat vind ik ook. Wat kom je doen? Nou, ik weet het wel. Ik kan werd het wel zeggen, gebeld maar... door Richard. Ja. Ja. Wil je een liedje komen zingen op 16 december? Nou... En dit is de geboortedag van mijn moeder, die sinds een jaar in de hemel is. Dus ik ga ook voor haar zingen. Nou, dat snap ik. Wat mooi. Wat fijn dat je hier bent. Ja. Belt Richard jou vaker om een liedje te komen zingen? Mij belt hij namelijk nog. Nee, nou ja. Hij belde niet, heeft ge-emailed. Ah, maar goed. Okay. Oh, dus nou toen ja heb ik hem wel even gebeld. Bijna, van, precies. Ja. Wat is de bedoeling? Ja, snap ik. Ja. Dus, leuk. Ja. Ja. En Franse chansons is jouw, jouw ding, zeg maar. Mijn ding, ja. Nou, ik heb hier wat vragen toegespitst gekregen. Oh ja? Ja.
Ach. Dus zal ik maar eens een vraag stellen dan? Want... Doe eens, anders is het ook voor niks voorbereid. Ja, precies. Hè, wat heb je het voorbereid? Ik heb niks voorbereid. Nee, daarom. Nee, juist. José, waarom zijn de chansons ook nog zo populair onder de nieuwe generatie? Weet je dat? Ik heb geen idee. Nou, lekker. Goeie vraag. Goeie vraag. Ja, dit is een beetje lastig. Kan ook weg. De lastige vraag. Dit kan ook weg. Klaar. Trouwens, is dat wel zo eigenlijk? Nou, volgens mij is dat wel zo. Want ik moet eerlijk zeggen dat ik vind de Franse liedjes altijd erg mooi. Ja. Dat dan weer wel. En jij bent ook van de jongere generatie. Nou. Nou ja, ik denk... Dankjewel. Daar niet van. Maar ja, je vroeg waarom de jongere generatie. Ja, nee, maar dat schijnt zo te zijn dat die jongere generatie de Franse chansons ook leuk vinden. Oké. Okay. Maar ja, als jij mij daar onderschaart, vind ik dat prima. Maar ik hou wel van de Franse liedjes. Ik ook. Ja, ik vind ze wel leuk. Ja. Ja. Nou, fijn. Nog meer vragen? Nou, ik zal er nog één. Doe er nog eens één. Ik doe er nog één. Zo'n goede graag. Ja, ja. Hier staat: om welke reden ben jij zo fan geworden van chansons? Nou, dat moet je. Dat is een lang verhaal. Dat vind ik nou een goede vraag. Heb je even? Nou, vertel. Nou ja. Ik zal maar zeggen: ik was 16. En toen zag ik Julien Clerc op de tv. Ja, natuurlijk, ja. Bij het Grand Gala du Disque. Ja. Dan al die meisjes van toen, die zijn nu 60 plus. En die zijn nog steeds fan. En gek op zijn looks. Maar hij maakt ook hele mooie liedjes. Mm-hmm. Toen... Ja. Ja. Ja, dat is zo. Daar is het begonnen. Daar is het begonnen. Nou, ja. Nou ja, dat is mooi toch? Ja, zeker. Nee, en sindsdien... Toen heb ik een jaar in Amerika gewoond. Dat is nog een hele stap naar het zelf ook gaan doen. Dat ik bedoel ik. Ja. Ja. Ik heb een jaar in Amerika gewoond toen ik van school kwam. Mm-hmm. Op mijn 18e. En ik had zo'n heimwee. Toen zag ik ineens Charles Aznavour liggen in een platenzaak. Dus die heb ik meteen gekocht. De plaat, neem ik aan. De plaat. Ja, okay. Dus die draaide ik grijs. Ja, ik zat al te denken. Ja. Ik denk, nou, dan zou ik hem oprapen. Want, ja. Nou, hij was niet zo groot. Dat had gekund. Ah, wat doe je daar? Maar goed, nee. Dus ik had heimwee naar Europa. Dus Charles Aznavour bracht dat dichterbij. Ja. Toen was ik 21. En toen hoorde ik Barbara, een Franse zangeres. Oh ja, die ken ik. Nou, die sloeg in als een bom. En toen Jacques Brel dezelfde maand. En toen was ik verkocht. Ja. En nou ja, ik ben pas op mijn 40ste echt buiten de huiskamer gaan zingen. Mm-hmm. En toen op een gegeven moment kwamen er liedjes in mijn hoofd. Ja, ja. Ja, ja. Nou. Van die dingen. Ja, mooi. Want je schrijft zelf ook veel liedjes. Ja. Nou, dat vind ik wel knap dan. Ja. In het Frans ook dan? In het Frans. Oh. Ja, dat is knap. Ik vind dat knap. Ja. En ik zou dat niet kunnen. Je bent hier ook straks om wat te komen zingen natuurlijk. Ja. Ja. Is dat eigen werk of is dat... Nou, ik heb allemaal eigen werk bij me. Het is namelijk zo, ik ben een programma met eigen werk aan het voorbereiden. Dat heeft Zelfportret op zijn Frans. En daar zing ik mijn hele leven. Van vroeger tot nu. Ja, mooi. Aan de hand van eigen liedjes, maar ook van Barbara. En, maar ik wil nu eigenlijk heel graag een Nederlands liedje zingen. Oh. Dat ik heb geschreven naar aanleiding van de dood van mijn man. Oké. Okay. 3 jaar geleden. Ja? Ja. En dat liedje heb ik dit jaar geschreven. En dat heet Liedje voor een nabestaande. Mm-hmm. En dat gaat eigenlijk meer over het rouwproces. Wat er met je gebeurt en hoe de mensen naar je kijken en hoe je er doorheen vecht en zo. Precies. Ja, ja, ja. Maar het is... Heel mooi, het is niet verdrietig. Want, gaan we dat nu al doen? Of? Nee, dat gaan we niet nu doen. Niet nu. Ik ga het klaarzetten. Ja. En dan doen we even één plaatje tussendoor. Nee, ik heb één plaatje van de kerst, de top 100. Als je op stem bent, dan... ik hoop het. Ja, dat hoop ik ook. Dat hoop ik ook. Nou, ja, je hebt, we gaan het zien. Je hebt Michael Bolton voor je om je voor te bereiden. Ja, zo is het. Met Joy to the World. Laten we dat maar hopen, toch? Dat het, laten we hopen dat het eens een keer gaat gebeuren. Dat hebben we ook wel nodig, een beetje zo in deze donkere dagen voor de kerst. Met alles wat er ook weer met wat het allemaal gebeurt in deze wereld. Goed. dat terzijde. Ja. Nee, ga je gang. Dankjewel, dankjewel. We hebben natuurlijk net al een korte introductie gedaan, José, van wat jij onze heren ten gehore gaat brengen. We hebben alles klaarstaan, muzikale begeleiding. Door Sjoerd Brouwer. Sorry, ik zet je even aan. Dat is wel handig. Ja. Door Sjoerd Brouwer. Je hebt net al gezegd, liedje voor je man, overleden man 3 jaar geleden. Ja. Dat is eigenlijk de enige introductie wat nodig is? Ja, ik heb dat in een kwartier uit mijn hart geschreven. En het gaat vooral over het rouwproces, wat er met je gebeurt na zoiets ingrijpends. Mooi, dankjewel. We gaan luisteren. We gaan luisteren, sowieso.
Er zit geen aan- of uitknop aan verdriet. Als ik lach, zie je mijn tranen niet. Wees niet bedroefd om wat geweest is, maar wees blij om alles wat er was. Verzanden in herinneringen, spijt hebben van de dingen die je deed of achterwege liet. Kom op, het heeft geen zin, stort je er niet in. Want wat voorbij is, is voorbij, dat neemt geen keer. Pak het leven op, zit niet bij de pakken neer. Makkelijk gezegd, maar moeilijk gedaan. Aan verdriet zit geen termijn, verdriet zit vol venijn. Soms is het daar, dan is het weg. Je zingt, je lacht, je huilt, je vecht. Ja, je kan het echt. Maar dan, ineens stort je weer in. Sta je weer aan het begin. Gaat dit ooit over? Gaat het ooit voorbij? Of moet je ermee leven, zoals laatst iemand zei? Een nieuwe lente, een nieuw jaar. Je hebt het eindelijk voor elkaar. Maar schijn bedriegt, het lijkt alsof je liegt. Men zegt, je doet het goed, kijk eens naar alles wat je doet. Maar ze zien niet het verdriet om degene die jou achterliet. Je moet roeien met de riemen die je hebt. Je hebt de kracht, je gaat door, je kan het echt. De tijd heelt alle wonden enzovoort. Maar is er in de stilte nog iemand die je hoort? Prachtig. Mooi hoor. Prachtig. Mooi, José. Dankjewel. Fantastisch. Ja, dankjewel. Heel erg dank mooi. Dank jullie wel. Ja, ja. Hoe was dit om te doen? Ja, heel mooi. Heel emotioneel ook. Ja? Fijn. Nou, het was echt heel mooi. Ja, dank mooi je gedaan. Ja, mooi. Heel mooi gedaan. Jij ook bedankt. Ja, zeker. Nou, misschien straks nog even een Frans liedje. Ja, ja, en dan een vrolijk liedje. Hè? Een vrolijk liedje. Even lekker eruit. Precies, zeggen. Precies. Goed, nou, gaan we nog even een kerst... Een kerstknaller. Ja, een kerstknaller. Nou, hebben we eindelijk een kerstknaller? Weet of, ik niet. Ik weet de Bengals hebben bestaan. Nou, Hazy Shade of Winter. Yes. Ja, terwijl jij je tranen even wegveegt. Ja, ik heb wat je noemt droge ogen. Ja. En ze worden steeds nat. Maar dat is geen emotie of zo. Dat komt niet door José. Nee, okay. Daar komt het niet door. Nee, dat loopt gewoon vanzelf af en toe. Loopt er zo'n straaltje naar beneden. Maar goed, joh. Het was wel een heel mooi liedje, hoor. Ja, dat was het zeker. Ik vond het heel raak. Ja. Dank jullie wel. En je zei nog eventjes in het napraten dat het de wereld in moet. Ja. En wat betekent dat voor jou? Nou, ik vind ook dat je dat wel mag zeggen. Ik vind het zelf zo'n mooi liedje, omdat het echt uit mijn hart komt. En ik heb het gewoon in een kwartier geschreven. En ik heb ook gemerkt dat het heel erg aanslaat bij mensen die in zo'n proces zitten of die het hebben meegemaakt. En ik denk gewoon, dat wil ik niet voor mezelf houden of alleen maar bij mijn optredens. Nee, precies. Nee. Dus ik heb het opgenomen. Het komt binnenkort op Spotify. Kijk, nou, dan kan de hele wereld ervan genieten. Ja. Zo is hartstikke het. Mooi. Nou, hartstikke mooi. Helemaal goed. Helemaal goed. Straks nog een Frans liedje. Want daar was je voor gekomen. Ja, eigenlijk ben ik daarvoor gekomen. Precies, ja, sorry. Nee, dat geeft niet. Want dit was ook heel erg mooi. Dus geen probleem. Goed, hebben we nog steeds bij ons. Natuurlijk, ja, ook zeggen. Yvonne. Vergeten, want het is natuurlijk even anders. We moeten onze aandacht nu verdelen. Ja. Ja. Twee dames. Maar wees gerust, ik ga niet zingen, hoor. Nee? Jammer. Nee. Dat is wel jammer. Dat is wel playbacken misschien. Ja. Gaan misschien, we dat voor elkaar krijgen? Heb je misschien een leuk kerstliedje dat je zegt van, nou, dan kan ik wel mee playbacken? Want dan kunnen we dat gewoon opzetten. Want je bent ook op camera, hè? Dus, dat weet ik. Mensen kunnen meekijken. Ja. Oké, nou dan niet. Jammer. Het is wat het is. Het is wat het is. Waar we jou natuurlijk wel voor kunnen vragen, is als het gaat over buurtkastjes. Want zeker. Dat is natuurlijk, ik maak maar even een bruggetje, jongens. Ja, nee, dat is goed. Het gaat alle kanten op. Ik doe iets meer dan alleen buurtkastjes. Ja, oké. Vandaag alleen de buurtkastjes. Oké. Maar wat doe je dan nog meer? Wat doe je verder nog dan?
Nou, ik werk gewoon in het sociaal wijkteam. Okay. En daar krijg je allerlei vragen. En dan zit je samen met verschillende organisaties. Ja. Om te kijken waar de problemen zitten. Waar mensen behoefte aan hebben. Waar ze gewoon... Ja, het kan financieel problemen zijn. Maar het kan ook eenzaamheid zijn. Ja. Of problemen met je buren. Of noem maar op. Dan pakken wij dat op. En mijn stukje vanuit welzijn is dan natuurlijk wel het sociale aspect van de mensen. Ja, precies. Dus dan ga je daar samen naar kijken. En dat kan ook best zijn dat je met iemand vanuit de zorg mee gaat. Want als er zorgen zijn of financiële problemen, dan zijn er ook vaak eenzaamheidsproblemen of sociale problemen. Kinderen die niet kunnen sporten, dat soort dingen allemaal. Ja. Geen geld. Dus ja, daar gaan we dan ook allemaal naar kijken. En zo'n sociaal wijkteam is natuurlijk super belangrijk. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat als ik in zo'n situatie zou zitten dat ik hulp nodig heb, dat ik dat ook heel lastig zou vinden om te vragen. Een soort schaamte. Nou, ja, noem het schaamte, noem het, weet niet. Ja. Maar hoe komen mensen bij jullie? Nou, je kan gewoon bij het contactpunt langskomen. Wij zitten op de sluis in IJmuiden, hier op de Lange Nieuwstraat. Ja, oh ja. En we zitten op maandagochtend zit bijvoorbeeld ook de Baak in Velzen-Noord. In de bibliotheek zit ook de Baak. Dat is speciaal voor de financiële vraag. Maar op de sluis kunnen mensen gewoon tussen 9 en 1 naar binnen lopen. En gewoon hun vraag stellen. Daar zit altijd een medewerker die ze dan te woord kan staan. Ja. En dan een afspraak kan maken. Of kijken wie de hulp nodig heeft. Of het gelijk doorgestuurd kan worden. En we hebben een algemeen telefoonnummer. Dus daar kan je gewoon op bellen. En een algemeen e-mailnummer. Dus dat is heel makkelijk. Ja, maar makkelijker dan dat je één persoon moet benaderen. Ja, precies. Dat is dan wel zo. Maar ik denk dat het toch voor een hoop mensen toch wel een behoorlijke drempel is. Nou, gelukkig weten mensen ons makkelijk te vinden. Want op die sluis zitten natuurlijk niet alleen het sociaal wijkteam. Ja. Daar zit ook buitengewoon REACT. Er zijn gewoon buurtactiviteiten. Dus je kan gewoon naar binnen. Ja. Een soort van anoniem. En daar kan je ook gewoon een kopje koffie drinken en dat soort dingen. Dus... Je kan er ook naar het praathuis gaan. Je kan meedoen aan een workshop die er zijn. We hebben ook welzijnsactiviteiten voor de buurt gewoon. Ja. Dus het maakt het iets minder belangrijk om naar binnen te gaan. Ja, precies. Nou, dat is als er maar gebruik van gemaakt wordt. En datzelfde geldt voor die buurtkastjes. Ja. Ze hangen op plekken, soms in een voortuin, soms aan de gevel van een huis. Ja. Bij het gemeentehuis hangt er een. Bij ons op de Lange Nieuwstraat tussen Landzoekland en de sluis in de Kamerzegelstraat. Daar hangt er ook eentje. Daar kan je het gewoon inkomen stoppen. Ja, ja. En je kan het er ook uithalen. Dus dat maakt het ook minder moeilijk. Dat je het gewoon kan pakken. En jij noemt nu een paar punten natuurlijk waar die buurtkastjes te vinden zijn. Ja, er zijn er nog meer. Hoor. Er zijn er nog meer. Ja. Maar ik zou niet willen dat het een soort speurtocht wordt. Daarom... Kunnen mensen het ook ergens online inzien? Of ergens in een boekje? Nou, we hebben er voor dit moment even voor gekozen om inderdaad niet... een lijstje te maken van daar zijn ze allemaal. Ja. Maar juist dat je bij het contactpunt eventueel kan vragen waar zijn ze. Want wij weten natuurlijk waar ze zijn. Ja. En eigenlijk hopen we dat er in iedere wijk wel één staat. Zodat als je er langs loopt dat je hem zelf ziet. Maar dat is dus ook niet zo, tenminste dat hoop ik niet, dat ze door baldadige figuren leeg worden. Gelukkig niet. Nee. Toevallig vertelde een collega, die heeft ook een buurtkastje in haar voortuin staan. Ja. Dat er wat jongeren waren. Toen is ze naar buiten gegaan. Uitgelegd wat de functie van het kastje was. Ja. En het antwoord was. Oh, ik ga thuis aan mijn moeder vragen of er voor ons ook iets is. Dat wij dat heen kunnen zetten. Dus ook jeugd snapt het wel. Goed zo. Nee, maar dat is toch wel belangrijk, vind ik. Ja oké. Okay. Nou. Goed, we gaan toch even een stukje muziek draaien. Toch even een stukje want muziek. Want we moeten wel opschieten met die top 100, want we zijn pas op de helft. Ik denk niet dat we het gaan redden. Nee. Maar we zijn wel thuis. Dat gaan we wel redden. José, je gaat zometeen nog een liedje zingen, maar Mitch, we moeten even wat dingen voorbereiden. Dus maar, ik heb ook nog wel een vraag voor jou. Zelf heb je ook eigen chansons uitgebracht. Ja. En in 2015 staat hier, dat is niet van mezelf hoor, ik heb dit niet bedacht, maar goed. Nee. Zelfs een heus album en in samenwerking met niemand minder dan André Vrolijk. Waarom wilde je met hem werken? Nou, André is volgens mij de allerbeste accordeonist van Nederland. Ja. Maar in 2000... Er is een maar. Nee, maar totaal niet. Oh. In 2004, toen heb ik al een aantal optredens met André gedaan. Ja. Ik aan de piano, ja. Hij aan de accordeon. Mooi instrument hè, accordeon. Geweldig, prachtig. Maar ik had hem nodig voor een optreden en hij kon helemaal niet. Maar hij zegt, nou, ik kom wel een keer langs. En hij kwam langs en toen liet ik hem mijn eigen liedjes horen. Die vond hij zo prachtig. Hij zei, je hebt een hele eigen signatuur. Dus
Nou, ik helemaal trots. Ja. Maar goed, in 2009... ik helemaal trots. In 2009 had ik ook al een cd opgenomen met alleen mijn eigen werk. Heb ik hier ook een interview over gehad. Ik weet niet meer met wie. Maar goed, lang verhaal kort. Ik ben dus nu bezig met een nieuw programma samen met mijn pianist Sjoerd Brouwer. En dat wordt een programma met alleen maar eigen werk. Ja. Ik ga mijn hele eigen leven vertellen van tot nu. Ja. Aan de hand van mijn eigen liedjes en sommige andere liedjes. En ik heb bijvoorbeeld een liedje over Amsterdam geschreven. Oh. Want, oh ja, ik kom uit Amsterdam. En ik woon nu al 27 jaar. Ja, sorry. Sorry. Maar toen ik hier net woonde, toen had ik verschrikkelijk heimwee. Ja. 27 jaar geleden. Ja, je kan het meisje wel uit de stad halen, maar de stad gaat nooit meer uit het meisje. Ja, dat is waar. Toen heb ik daar een liedje over geschreven van hoe gaat het met je Amsterdam? Want ik zat regelmatig in de stad. Nou, ik huilde. Want oma en opa keken uit op de Westertoren. Ja, ja. Nou ja, goed. Ja, dat zijn de mooiste plekjes. Ik zat als hippie op de Dam. Dat snap ik, ja. De eerste liefdeskussen in Amsterdam. Ja. Maar goed, ik heb een liedje geschreven over Amsterdam. Kom aan, vaat u Amsterdam. En nu heb ik André gevraagd. Ik heb het ook opgenomen net. Wil jij daar niet op meespelen? Ja. En dat gaat hij dus doen. Nou, dat is toch helemaal geweldig. Dus ik ben helemaal blij. Ja, kan me voorstellen. En nu wil het dat je dat nummer ook hier wel... Ja, eigenlijk was ik van plan een ander nummer of niet? Te zingen. Ja, dat mag ook. Ja, dat mag ook. Ja, we zeg gaan maar toch even een ander nummer zingen. Dat is de begeleiding. Zeg maar wat je wil. Dat heet Toi et moi sous la pluie. Jij en ik onder de regen. Dat is ontstaan op de Troelstraweg. Wij hadden toen een hondje waar ik heel vaak mee liep. Dat was eigenlijk niet mijn hobby. Mm-hmm. Maar we liepen toen onder de paraplu. En toen hoorde je zo die regen. Zo'n maars lenteregentje. Dacht ik, jij en ik onder de paraplu. Daar kwam meteen een melodietje bij. Ja. En toen thuis. En ik geloof dat ik het midden in de nacht heb afgeschreven. Nou, kijk eens. Dus ik heb verzonnen dat het een vrijend paardje is onder het dak. En dat die regen klettert. Nou, het was lente. Het werd zomer en herfst. En in het begin van de winter voelt zij zich niet zo lekker. Gaat ze naar de dokter. En dan krijgt ze in mei, wat ze in de privé zouden noemen, een liefdesbaby. Goed, en dan gaan we nu naar luisteren. Nou, dat lijkt me een goed plan. Nou, dat is dat plan. Doen we. N'y a que toi, n'y a que moi, et la pluie sur le toit. Y a pas de réveil, je m'en sommeille. Tu te réveilles dans mes bras, le matin t'es le mien. Quand ton souffle me parvient, c'est l'histoire d'un amour heureux. Regardez les arbres bourgeonnent, les agneaux dans le pré. C'est le printemps et les oiseaux fredonnent une chanson pour un amour heureux. On se rendort mais nos corps se réveillent encore. C'est l'envie dans la nuit, sous les gouttes de la pluie. Le paradis c'est ici, toi et moi sous la pluie. C'est l'histoire d'un amour heureux. Regardez la mer et la plage, le soleil, le ciel bleu. Les amoureux s'allongent sur le sable. C'est l'été d'un amour heureux. Toi et moi toujours là, on se balade bras à bras. Mais les orages et les nuages nous approchent pas à pas. Un regard sur nous deux et nos cœurs joyeux. On voit bien que c'est un amour heureux. Regardez les feuilles qui tombent sous les gouttes de la pluie. C'est notre premier automne. Toi et moi toujours sous la pluie. Viens l'hiver, un bon matin, la neige a blanchi le jardin. Je n'en vois rien, je me sens pas bien. On va voir le médecin, elle nous dit au mois de mai. Vous aurez un bébé de votre amour heureux. Puis vient le printemps, les agneaux dans le pré. Il est né notre enfant, il est sans doute le plus beau bébé. Un peu de toi, un peu de moi, on le caresse dans nos bras. Il a tes mains et mes cheveux, il ressemble à nous deux. Un peu de toi, un peu de moi, toujours la pluie sur le toit. C'est l'enfant de notre amour heureux. Knap hoor. Ik vind het knap. Ik ook. He, dat, ja. Dat in het Frans allemaal. En zelf geschreven. Mooi. Dus dat is helemaal goed. En ook deze zit in de...
show die je aan het voorbereiden bent. Ja, en die staat ook al op mijn cd Melancholie. Die ik dus niet bij me die heb. Die niet bij je. Maar die kan ik zo wel even laten brengen. Niet slim. Nee, is niet zo slim. Nou ja, goed, oké. Jammer. Yvonne, was er nog meer bij gekomen? Ja, tussenstand. Ja, nee, er zaten ook heel gezellig nog wat mensen die toch een kopje koffie namen. Even gaan spieken, die, ja, ik wilde even kijken. Ja, natuurlijk, je hebt gelijk. En we nodigen de mensen natuurlijk ook uit. Kom even gezellig erbij zitten, ja, maak een praatje. Ja. Ja. Nou, dat is wel te leuk. Drinken. Ja. Dat is wel gezellig. Ja, natuurlijk. Ja. Dat is ook de bedoeling ervan, toch? Zeker. Helemaal, zo is het. Oké, heb jij nog een vraagje voor Yvonne of niet? Nou, ik dacht, we doen even muziek. Ja, dat is ook wel belangrijk. Kerstmuziek. Ja, kerstmuziek vooral. En dan zijn we zo nog even bij terug. Ja. Vlak voordat we het uurtje weer volmaken. Oh. Zo, daar zijn we weer. Ja, we zijn weer terug. Tweede uur. Tot 5 uur zijn we bij je. Kaas & Co. Speciaal. Kaas & Co. Speciaal. Dat vind ik leuk. Zo maar even, ja, de Kaas & Co. Ja hoor. Special, zeg je dan. Special. Oh ja. Zometeen, we hebben nog een liedje van deze jonge dame hier. Kijk, zo hoor ik het graag. Ja, dat dacht ik wel. Dat dacht ik wel. En jij bent tot 4:15? Ja, dan moet Jee. Ik. Nou, dat is nog, nog 5 minuten eigenlijk. Ja, dan ga je jas maar pakken. Dan. Ja, ik wou net zeggen. Ja, ik kan hem vol kletsen. Jullie mogen hem vol kletsen. Ik kan ook. Nee, maar kletsen maar vol. Kletsen maar vol. Wij hebben wat alle wil tijd. Je, wat wil je nog over? Wat is nog niet gezegd, wat wel gezegd moet worden? Ja, vanuit jou. Vanuit jou. Ik denk dat alles gezegd is. Ja. En daar ben ik echt heel blij. En ben jullie heel dankbaar dat jullie deze uitzending wilden aandacht expliciet aan de buurtkastjes geven. Nou. Daar ben ik echt heel dankbaar voor. En ik hoop echt dat mensen dat zien en horen. Nou, niet alleen vandaag willen schenken, maar eigenlijk door het jaar heen. Door het jaar heen, ja. Dat is wel belangrijk. Hè? Het is niet alleen maar een kerstactie. Het is een actie voor het hele jaar eigenlijk. Ja. En of je nou gaat schenken aan voedsel op de plank, of dat je denkt, ik moet het op een andere manier doen bij de buurtkastjes, maar kijk eventjes in je omgeving. Denk eens aan je medemens. Ja. En, nou, dat is wat we meenemen. Dat vind ik. Ja. En dat willen we altijd in december. Ja. Maar dat moet ook in januari. Of in mei. Ja, precies. Zo is het. Vind ik ook. Nou, dankjewel. Graag gedaan. En geniet vanavond van de voorstelling. Waar je heen gaat. Zeker goed. Tenminste, dat hoop ik. Want ik ken hem niet. Nee, maar goed. Nou ja, dat zal toch wel ik leuk ga zijn. Ik ga genieten. Ja, tuurlijk. Komt helemaal goed. Nou, dankjewel. Zometeen komt Lydia jou vervangen. Ja. Heb ik begrepen. Mijn collega. Nou, we gaan het zien. Ja, allemaal, zo is wat Lydia te vertellen heeft. José blijft wel bij ons tot 5 uur. Yes. Ja? Ja? Weet je het zeker? Absoluut. Okay. Ik heb een wijntje gekregen. Oh, wat lekker. Okay. Nou, geen drank, geen klank. Zo is dat. Zo is zeggen het. We dat maar. En rode wijn hoort erbij, hè? Oké, wij gaan door met de top 100. Volgens mij nummertje 39, The Weather Girls. We gaan nog een lied krijgen. Toch? Toch? Ja. Ja, ik heb het over jou. Sorry. Hallo. Ja. Ze zit te luisteren. Wie gaat ik zit te wachten. Die vorm kreeg het ook al warm. Hoor, die dacht, moet ik nou toch? Ja. Maar nee, José, daar ben jij voor. Okay. Je geeft ze een wijntje, het is meteen het lachen. Dus, ja. Wees blij dat ik niks gedronken heb dan. Oh. Ja. Hebben ze jou overgeslagen? Nou, zeg. Kan toch nou ja, ze vroegen, wat wil je drinken? Ja. Ja, je hebt Oh, nou ja, goed. Oké. Okay. Nou, okay. Nou ja, je hebt er een heel verhaal bij dit liedje. Ja. Nou, wij zijn ontzettend benieuwd. Nou, het liedje gaat over Amsterdam. Ik kom dus uit Amsterdam, had ik al gezegd. En in het begin dat ik in de Muiden woonde, had ik veel heimwee. En toen liep ik door Amsterdam en toen vroeg ik, in mijn hoofd ging dat liedje zingen van, hoe gaat het met je Amsterdam, stad van mijn verloren liefdes, mijn verloren verleden, mijn verloren herinneringen, nou alles wat ik was verloren. En mijn oma en opa die op de Bloemgracht woonden en op de Westertoren keken, die komen erin voor dat ik als meisje op de Dam zat, kwam er ook in voor. Nou ja, en het laatste couplet is van, ik ben weer terug. Dat is wel niet waar, maar dat geeft niet. Dat moet je niet verder vertellen. Nee, wij zeggen niks. Wij zeggen niks. En het heet dus Comment vas-tu? Amsterdam met Sjoerd Brouwer op de piano. Comment vas-tu, vas-tu, ville de mes amours perdus. Je marche dans tes rues, je siffle un air connu. Je suis revenu. Comment vas-tu, vas-tu, ville de mes années perdues. Je cherche dans tes rues mon âme perdue. Je suis revenu. Oh beau bel amour, mon Amsterdam, ville de mon enfance, de mon innocence, ville du grenier de mes grands-parents, qui donnait sur la tour, qui domine à son tour, le vieux quartier et la vieille cité. Hey, hey.
Comment vas-tu, vas-tu, ville de mon passé perdu? Je vois dans tes rues des visages inconnus, je suis revenu. Comment vas-tu, vas-tu, ville des souvenirs perdus? Je pleure dans tes rues sur le temps perdu, je suis revenu. Oh mon bel amour, mon Amsterdam, ville de ma jeunesse, de mes premières caresses, ville où j'ai fêté mes 17 ans. Les années 70 sont passées bien trop vite, où sont-elles à présent? Comment vas-tu, vas-tu, ville des milliers inconnus? Je vais dans tes rues, tous ces gens perdus, je suis revenu. Comment vas-tu, vas-tu, ville de mes rêves perdus? Je cherche dans tes rues le bonheur perdu, je suis revenu. Oh mon bel amour, mon Amsterdam, oh mon vieil amant, mon tendre enfant, ville de mes ancêtres, les filles et les fenêtres, les arbres le long des canaux, les promenades en bateau. Comment vas-tu, vas-tu, ville de l'insouciance perdue? Je retrouve dans tes rues le bonheur perdu, je suis revenu. Comment vas-tu, vas-tu, ville que je ne quitterai plus? Je plonge dans tes rues car je suis revenu. Applaus. Ja, ja, zeker. Ik, ja, 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 ja. En dank u wel. Ja, dus, ik vind het geweldig. Ja, ik vind het ook mooi. Ja, ja. Wat, en, ja. Misschien heb je dat al in de intro al het eerste uur al verteld, dat we hier waren. Maar wat heeft je aangezet om in het Frans te gaan schrijven? Want je komt uit Amsterdam. Ja. Je hebt in de VS gewoond een jaar. Ja. Ja, het is niet echt logisch. Nou, het is ook heel raar. De shuttle die ze misten, ja, uit Europa. Ja, ja, oké. Okay. Nee, het is zo gebeurd. Kijk, dat ga ik ook allemaal in dat programma vertellen dat Zelfportret heet. Okay, ja. Toen ik 10 jaar was, leerde mijn broer me je suis tu, il est, dus ik ben dat. En toen was ik eigenlijk al verkocht. En toen leerden wij in de 5e en 6e klas lager, zo hadden we Frans. Daarna 4 jaar MAVO-Frans, 2 jaar HAVO-Frans. Dus had ik al 8 jaar Frans achter de kiezen. En toen kwam ik in Frankrijk. En toen vroegen ze uit welk deel van Frankrijk ik kwam. Ja, ja. En toen ben ik Frans gestudeerd. En nou, ik zong altijd al Frans. Mm. En ja, ik dacht ook in het Frans. En je bent gewoon in het verkeerde land geboren eigenlijk. Absoluut. Dat zouden we... Ja. Ja. Okay. Ja. En ik verzin die liedjes. Ik zing meteen wat ik denk. En dat zing ik in het Frans en dat gaat met de melodie. En nou, ik vind het echt heel knap. Hartstikke leuk. Dank jullie wel. Ja, 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 zeker weten. Dank je wel. Nou, jij moest weg, geloof ik. Ja, je vindt het zo gezellig. We hadden je al afgekondigd. Ja, we hadden eigenlijk al afscheid genomen. Ik ben een beetje klaar. Ja. Ik ga mijn collega halen. Ja, dat is goed. Is goed. Nou, dankjewel. Dankjewel voor je inzet sowieso. En nou, dat het een leuke dag was, ook voor jou. Zeker. Nou, kijk eens aan. Dat is mooi. Maar het ging niet om mij. Nee, zeker niet. En ook niet om ons eigenlijk. Nee, daarom. Maar wel een beetje om jou. Ja, een beetje wel. Deze show, ja. Nu ga ik jullie verlaten. Ik ga mijn collega. Hey, hartstikke bedankt. Veel plezier. Dank je wel. En we spreken elkaar ongetwijfeld wel een keer. Zeker, dank je. Zeker weten. Oké. En wij gaan even ondertussen luisteren naar niemand minder dan Paul Carrack. Zo, wat ja, die heeft ook een plaatje gemaakt. Ja, wat toevallig. Winter Wonderland. Overkill. Hier is José van Waveren en Facebooker Moi. Okay. Zeg ik het goed? Nou, ja, weet ik veel. Moet ik er nog wat over zeggen? Want de mensen begrijpen het allemaal Nee, vertel me. Zo'n lap tekst. Ja. Ja, nee, nou, het is me. Dus zo in 2011. Iedereen zat op Facebook, behalve moi. Ja. En toen ging ik eens kijken. En toen zag ik zit op de bank voor de tv met een kopje thee. En ik neem nu mijn 3e kopje koffie. Ja. En er staat mijn vakantie vast. Ik denk, hè, waarom? Maar ik ben ook op Facebook gegaan. Toch wel. Had maar 13 vrienden. Ja. Ik denk, nou, dan tel je niet mee. Je moet er minstens 200 hebben. En op een gegeven moment was ik helemaal verslaafd. Zat alleen achter mijn computer. En mijn virtuele leven werd veel beter en interessanter. Ja, oké. Okay. Oude minnaars die ineens langskwamen. Zo, ook nog. Nou ja, één. Niet overdrijven, natuurlijk. Okay. Vriendinnen, en helemaal leuk. Maar ik zeg, stop alsjeblieft met al die flauwekul. Ja. En doe er alleen maar mooie foto's op en mooie liedjes. En dan word ik weer blij. Ja, zo is het ook. Zo is het.
Begeleiding van? Oh, wacht ja, dat even. Heb je in elk liedje heb je dat verteld. Ja, dus Jean-Baptiste ook... Mignon. Ephraim Wakker Bar Schultz. En dan Andy... Het staat op de CD. Oh, het staat op de CD. Het staat op Spotify. CD. Hartstikke goed. Die zoeken we op. Je kunt alles terugvinden. Maar hier live nu bij ons. Facebook en moi. Facebook et moi, sinon je n'existe pas. Je n'ai que 13 amis au lieu de moins de 100. Facebook et moi, ne me désamiez pas. Si je n'ai plus d'amis, que faire de ma vie? Car ma vie virtuelle, beaucoup plus belle que ma vie réelle. Collé à mon PC, je vois pas le temps passer. Voici quelques messages pour vous donner une image. Je me suis allongé sur le canapé, tasse de thé devant la télé, où je prends un café et encore un café. Bonjour monde devant vos PC, car ma vie virtuelle, beaucoup plus vraie que ma vie réelle. Mon plus grand ami, c'est mon PC depuis. Facebook et moi, ne me les acceptez pas. J'approche les 100 amis, je compte dans la vie. Facebook et moi, c'est ma plus grande joie depuis que je fais partie de ce monde d'amis. Car ma vie virtuelle, plus excitante que ma vie réelle. Je retrouve des amis, même des amants vieillis. Mais sauvez-moi de vos malchances et de vos photos de vacances. Je préfère faire plutôt de belles photos d'une Peugeot 404, du doux soleil couchant et de la lune montant, de ciel rose et bleuâtre. Car dans ma vie virtuelle, je ne veux que de bonnes nouvelles. De l'amour et de la joie, c'est mon bonheur à moi. Alors Facebook et moi, tant et tant de fois, j'aime bien vous lire, mais je vais vous dire pour la dernière fois. Facebook et moi m'envoyez des chansons et toutes vos illusions. Ainsi la vie réelle deviendra sûrement beaucoup plus belle. Nou, ik vind het helemaal geweldig. Leuk. Helemaal goed. Ja. Dankjewel. Leuk zo'n liedje, tussendoor even een beetje huppetekeer. Ja. Ja, nee, helemaal goed. Helemaal kerst. Dan te bedenken dat je maar 13 vrienden had. Zie. Hey. Oh, dat heb ik verteld. Ja, dat heb je verteld. Oké, dat begreep wat. Jammer weer. Dacht je dat ik het verstaan had? Ja, tuurlijk. Nee. Zover gaat niet goed opgelet. Nee, zeker niet. Maar goed, maakt niet uit. In ieder geval, lekker even zo'n liedje tussendoor. Ja, toch? Goed, we gaan even over tot de orde van de dag... Want we moeten nog steeds met die top 100 aan de gang. Dat schiet ook niet echt op, geloof ik. Het schiet helemaal niet op. Maar ja, we hebben het wel gezellig. Dus ja, dat is niet echt enthousiast, Wat, wat niet? Nou, dan moeten we nog met die top 100 aan de slag. Ja, nee, maar het is wel zo. Het is wel zo. Het is, we hebben nog maar 20 minuten in deze uitzending. En dan nog een uurtje. Dan nog een uurtje. En dan moeten al die liedjes er doorheen. Dus ja. het wordt knokken voor ze snel meteen. Ja. Wat gaan we doen? Gaan we er nog één of twee overslaan? Of pakken we gewoon maar The Power of Love van Frankie Goes to Hollywood? Ja, lijkt je dat Zullen we het gewoon doen? Dat is wel een aardige. Dat is wel de moeite waard. José. Ja. Jij wou nog even wat vertellen over jouw toekomstplannen qua programma. Ja. Dus steek van wal. Ja. Grijp je kans. Eerst wil ik jullie bedanken voor deze hele gezellige middag. Nou, graag gedaan. En dat ik de kans kreeg om al mijn leuke liedjes te zingen. Wederzijds. Dankjewel. En wat ik al zei, mijn nieuwe programma heet Zelfportret. En dat heet in het Frans Autoportret, maar dat klinkt zoals een auto, maar goed, zo is het wel. Ja. Maar goed, daarin ga ik dus mijn hele leven bezingen aan de hand van mijn eigen gemaakte liedjes, waar jullie er een paar van gehoord hebben. Ja. En het gaat op 27 januari in première in de Molen van Sassenheim. En jullie kunnen reserveren onder WJOHN, dus wjohn@hetnet.nl. Of reserveren onder nummer 06-25-14-33-23. Heel graag tot ziens. En waarschijnlijk komen we ook binnenkort in de regio met dit programma. Zo is het. Nou, dankjewel voor je aanwezigheid. Ja. Het was helemaal geweldig. Je hebt leuk gezongen. Goed gezongen, ook zou ik willen zeggen. Nou, zeker. Blijf nog even hangen of heb je druk?
Nou, vreselijk druk. Nou, de kat moet eten. Nou, neem zo meteen nog even een lekker wijntje. En dan, dat doe ik zeer zeker. Dan komen we er nog wel even bij zitten. Gezellig. Oké, nou, dankjewel. Graag gedaan, jullie bedankt. Oké, goed. Hoi, hoi. Ja, het vliegt voorbij. We zijn 12 uur begonnen. Het is inmiddels nu 5 uur. Ja, en wij zijn de gelukkigen die het af mogen sluiten. Het staartje, ja. Ja, ik vind het wel bijzonder. Ik sta natuurlijk nooit op Nettie Struijs overigens. Ja, welkom. Jim van der Henk. Ik sta nooit op zaterdagmiddag. Nee. Het is normaal het uur van Lodewijk. Ja, en we zijn natuurlijk eventjes in de bijruimte geweest. En er is ongelooflijk veel ingezameld. Ja, ontvangstaan. Het is een helemaal vol kratten en tassen. Mensen zijn ook bezig om het nu allemaal te verdelen over de kastjes. Hè. Dan worden allemaal tassen gezet en dan wordt het straks weggebracht. Ja. En dan gaat het natuurlijk naar de mensen om het in de kastjes te doen. Kan nog gebracht worden tot en met 6 uur. Dus 6 uur. Ruim 3 kwartier. De deur staat open hoor. Gerard Douwstraat 40. Komt vooral. En we gaan straks aan Lydia vragen hoe het allemaal gegaan is, hè, Richard? Lydia Morera, die komt eventjes in. Welzijn inderdaad. Yvonne Rozen. Ja. Rozen. Nou, vragen we straks aan Yvonne. En Richard, hè, ook Richard van, we ook van Support. Ja. Die zijn dan zeker aan het woord geven, maar Lydia nog niet. Dus daar ben ik ook wel benieuwd naar wat zij ervan vinden. Ik ben heel benieuwd hoe het afgegaan is. Maar we moeten natuurlijk wel even door met draaien. Lydia, volgens mij ben je hartstikke blij. Jazeker. Want ja. Het is mooi gelukt. Het is een hele goede actie. Het is natuurlijk nog niet helemaal afgelopen. Maar ik verwacht nu eigenlijk geen binnenkomers meer. Maar we zijn er nog steeds, hoor, tot 6 uur. Het is super geslaagd. Ik bedoel, we hebben heel wat. We hebben voor 11 kastjes in de gemeente Velsen een voorraad weer bij elkaar kunnen verzamelen. Ja. Ik heb net even gezien, maar dat zijn enorme kisten vol die, die verdeeld kunnen worden. Ja. En heel veel luxe producten ook gekregen. Ja, en daar bedoelen we mee shampoo, deo, maandverband, dat soort dingen. Ja. En ook eens wat lekkers. Ja, omdat als je moet kiezen tussen een brood kopen of een deo, dan kies je voor het brood. Natuurlijk. Ja. Dus we zijn goed geslaagd. En is dit voor de herhaling? Ja, we hopen natuurlijk dat het niet meer nodig is, hè? Want dat vind ik al het allerbelangrijkste. Nee, dat hadden we het natuurlijk net al even over. Wij hopen natuurlijk zeker dat het niet nodig is, maar we weten wel dat het niet zal veranderen binnen een jaar. Nee. En het is zeker voor herhaling vatbaar, maar dan zullen we het ook wel iets groters nog aan gaan pakken. Ja. En dan zijn er misschien ook weer meer kastjes. Ja, daarom. Want mensen, ik hoorde ook wel, misschien ook wel zo'n kastje in de tuin. Ja, dat is al spontaan aangeboden, dus dat is ook heel leuk. En dan neem je contact. Dus stel dat je nou denkt, ik woon in een wijk waar het, nou ja, ik denk dat er heel veel ook verborgen armoede is. Zeker. Zonder dat mensen het weten. Maar dat je denkt van, nou, dat vind ik nou een leuk initiatief. Ik wil ook zo'n kastje. Ja, hoe gaat dat dan? Ja, dan kan je contact opnemen met het Sociaal Wijkteam in Velsen. En dat, zij verspreiden de kastjes. Zij zorgen voor een kastje. Oké, en dat is de website gewoon? Sociaal Wijkteam Velsen. Kom je vanzelf en dan kun je dat aanvragen. Ja. En dan gaan ze, oké. Ja. En die kastjes zijn dus zo. Je moet het dan ook wel zelf bijhouden, geloof ik. Ik heb zelf ook een kastje in mijn voortuin. Ik check altijd 's morgens en altijd 's avonds een keer. Wat kan erbij? Wat moet eruit? Want soms, echt lieve mensen, het is hartstikke lief bedoeld, maar geen artikelen die over datum zijn. Nee. Want ik ben niet de opruimendienst. Nee. Dat vind ik dan wel eens jammer. Maar en goed. Ook een beetje houdbare spullen. Ja, houdbare spullen, geen vers. Want dat werkt gewoon niet. Zeker zomermaanden niet. En, en voor de rest merken we dat de grote vraag toch is naar de luxe dingen, wat ik net al noemde. Nee. En de menstruatiearmoede speelt ook wel een rol. Dus dat loopt ook altijd heel erg goed. Ja, maar dat is duur, hè? Maandverband. Het komt iedere maand terug. Als je gezin hebt met 3 dochters, dan ben je niet blij. Nee, dat is inderdaad een dure zaak, inderdaad. Maar goed, volgend jaar weer, zeg jij. Ja, ik moet natuurlijk wel even ook alle mensen bedanken die geweest zijn vandaag. We hebben, ik kreeg van de week al mensen binnen die in het wijkcentrum die al langskwamen van, je bent er, want ik kan zaterdag nog niet, maar ik kom het brengen. Nou, maar ik heb verschillende mensen gehoord, gezien. We hebben heel veel gehad en gekregen. En we zijn natuurlijk onwijs dankbaar dat de mensen de moeite hebben genomen om hierheen te komen. Ja. En ook, dat is niet zo dat van bedrijven komt, hè? Want dat heb je ook niet zo. Kijk, vroeger had je een buurtdrogist. Maar die zijn er ook bijna niet meer. Maar misschien kunnen we daar volgend jaar wel misschien meer op. Tijd, kijk, het was onze eerste keer. Ja.
En dat is wel iets waar wij volgend jaar wel naar streven. Ja, de supermarkten. Om ook, ja, de supermarkt, dat we bijvoorbeeld daar een middag mogen staan. Ja, of, ja. Dus daar gaan we wel meer ook. En dan even goed natuurlijk hier onze middag. Dat was wel gezellig hoor. Laten we de welzijn. Dekenmarkt is natuurlijk ooit in Beverwijk. In Velsen. Velsen. Ja. En de Vomer ook. Hè, dus ik denk, dat gaat zeker wel lukken hoor. Maar dit was natuurlijk ook voor ons een probeersel. Ja. En ik denk zeker dat we daar nog wel wat meer mee kunnen. Ja, ja, dat is mooi. Ja. Dus maar echt mensen, als u bent geweest, hartelijk bedankt. Ja, zo is dat. En kan het nog? Dus tot 6 uur? Tot 6 uur kan het nog. En anders nog kan het altijd ten aanzien van Lydia in het wijkcentrum De Dwarsligger gebracht worden. Dan kun je geen probleem. Tasje afgeven, geen probleem. Ja. Jim, ik denk dat we doorgaan naar volgende nummer. Want we moeten ik dacht op 100 dat we eigenlijk iemand die we ook moeten bedanken die hier in het eerste uur te gast was. Dan hebben we het natuurlijk over René van der Wel. Ja. Die heeft hier gezongen. Oh, wat leuk. Tijdens het uur van Chris en Richard. Het was heel erg leuk. Was heel zeker, mooi. Heel gezellig. Hij heeft ook wat cd's achtergelaten uitgedeeld. Heel leuk. Ja. Echt wel. Hij staat in de top 10. Christmas World van René van der Wel. Helemaal leuk. It's Christmas Eve. It's starting to snow. Tomorrow it's Christmas. So why should you go? Why don't we stay together in a perfect harmony? Promise to each other that we sing this melody. A Christmas world is a world of dreams. A Christmas world is a world of joy. No matter what you believe, no matter what you believe. A Christmas world is a world of peace. Let's forget the fights and sorrow. Troubles out of sight. It is Christmas Day tomorrow. Ik zag nog 1 minuutje om even af te kondigen. Iedereen te bedanken. Wie, waar, ook waar, wanneer dan.
hier allemaal geweest is in de studio. Zeg het eens, Nettie. Wie, nou ja, Stichting Welzijn, ja, Gemeente Velsen. Gemeente Velsen. We hebben heel veel contact ook gehad. Hè. Het gaat niet alleen om Sieport, of het gaat juist helemaal niet om Sieport. Alleen, ja, wij hebben toevallig wel net even die radiozender. En het is een leuke samenwerking geweest. Ja, heel leuk. Mooie dag. En het resultaat is fantastisch. Mooie opbrengst. We hebben net van Lydia gehoord. Heel veel opbrengst. En, ja, mooie spullen gebracht. Goed bruikbaar ook. En nou, dat zijn we misschien zelf een paar extra adresjes waar een buurtkastje moet komen. Ja, als mensen het willen, gewoon eventjes zoeken naar het Social Wijkteam op de website. Inderdaad, je moest er nog een Social Wijkteam. Nog eventjes, wij gaan zo afsluiten hier. En dan krijgen we nog een nummer. En dan krijgen we een uurtje muziek. En om 7:00 komt de Bill Turner Show. Rock met een rock'n'roll weer tot 9:00. Nou, ik vond het een hele leuke dag. Ik vond het een superleuke dag.